Ik ben Sandra Huisman en samen met mijn man Jaco runnen wij een aardbeienkwekerij in het Westland, het meest bekende glastuinbouwgebied van Nederland. De kracht van de Nederlandse glastuinbouw is dat wij innovatief zijn, duurzaam kunnen telen op een klein stukje areaal en dat de producten die wij telen vooral in Europa zijn weg vinden, maar dat wij het op die manier doen dat eigenlijk wereldwijd men kijkt naar het gebied zoals het in de Nederlandse glastuinbouw eraan toe gaat. In de Nederlandse kassen wordt daar geteeld groenten, fruit, maar ook bloemen en planten. Groenten en fruit voor de gezondheid, bloemen en planten voor het stukje geluk. En gezondheid en geluk, ja, dat is toch wel het mooiste voor de totale samenleving. De kracht van de Westlandse aardbei is dat wij op smaak telen. We laten het product langer aan de plant rijpen. We hebben lokale afzet, maar daarnaast zetten we veel biologie in. Dus beestjes tegen beestjes. We vangen het regenwater op. Dat gebruiken we om de plant water te geven. Het drainwater hergebruiken we. En waardoor we dus ook een gesloten systeem hebben en een nullozingscertificaat, dus zodat we niet het milieu belasten. Als wij een teeltwissel hebben, dan wordt dat product, zowel de plant als de grond, wordt versnipperd. En gaat er compensering in. Dus dat gaat naar een andere teler en die doet het als grondverbetering door zijn grond heen. De Westlandse aardbei heeft als uitdaging om te kijken dat we op het warmtenet aangesloten kunnen worden. Om te kijken, kunnen wij met het mooie team waar we nu mee werken, kunnen we dat behouden in de toekomst? Een afspiegeling van de maatschappij met verschillende nationaliteiten. Kunnen we ons product zelf lokaal blijven afzetten? Het contact behouden met de consument, zodat we weten waar heeft een consument behoefte aan en kunnen wij dat dus invullen. Maar ook wat is de vraag vanuit de retail en kunnen we dat blijven aanvullen met het stukje gezondheid, geluk, plantgezondheid. Dus heel veel uitdagingen die we voor nu en ook voor in de toekomst zullen blijven houden. Op het gebied van voedselverspilling proberen we natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Hè? Je hebt wel eens minder mooie vruchten, maar daar maken wij ook andere producten van. En dan ook op het gezondheidsaspect, dus minder suiker. Dus dat zijn uitdagingen voor ons. Maar we hebben ook verkoop aan huis, zodat de gewone burger lekker op het fietsje kan komen. Die klasse 2 aardbeien, dus minder mooie vruchten, gewoon kunnen gebruiken. Lekkere smoothie te maken. Kinderen kunnen even in het speeltoestel, kunnen in de kas kijken. Dus hoe groeit het eigenlijk in die Nederlandse kas? Dus qua voedselverspilling zijn we heel laag en dat proberen we uiteraard natuurlijk zo te houden. Ons bedrijf onderscheidt zich op maatschappelijk vlakken door samen te werken met een zorgkwekerij, met bijvoorbeeld een school voor mensen die iets minder makkelijk in de maatschappij kunnen integreren. We doen ook veel groepen bijvoorbeeld, sociëteiten hier ontvangen. Zodat we kunnen laten zien wat er nu eigenlijk in die aardbeienkas gebeurt bij ons. Hoe het groeit, hoe het bloeit. Dus meer inzicht te geven van wat is er eigenlijk voor nodig en wat komt er allemaal bij kijken. Daarnaast werken we ook met een goede doelen bijvoorbeeld. Gezondheid en geluk kunnen wij toepassen dan bijvoorbeeld met het Ronald McDonald Fonds. Met een stichting, hersenstichting, waar we mee samenwerken om een diner in de tuin te organiseren. En zo breng je eigenlijk het stukje gezondheid, geluk, door middel van je gezonde product, mooi samen.